Dank u wel, collega's. Het is nog januari, dus we mogen nog nieuwjaarstoespraken houden. En dat betekent altijd even naar 2014 kijken en dan goede voornemens voor 2015. Ik zou onheilspellend kunnen zijn en zeggen in 2014 het warmste jaar ooit en dat moet ons ongerust maken. Maar 2014, en de commissaris heeft erover gesproken, was ook het jaar dat we afgesloten hebben met een akkoord over Lima. We zouden pessimistisch kunnen zijn, maar het goede is, er is een akkoord, laten we daarop verder bouwen. En het is al gezegd, heel belangrijk dat we naar onszelf kijken de komende maanden, want dat we het goede voorbeeld moeten geven. We hebben een verantwoordelijkheid in de wereld om dat ook te doen. En er is al gesproken over klimaatdiplomatie. Heel goed, meneer de commissaris. We staan daar volledig achter. We denken dat het ontzettend belangrijk is. Maar naar de eigen verantwoordelijkheid kijken betekent ook effectief kijken naar die financiering. En collega Belet, die een bijzondere verantwoordelijkheid heeft in dat dossier, heeft er al over gesproken. En ik denk dat het symbolisch is voor de komende weken of wij als Europa erin effectief in slagen om onze verantwoordelijkheid op te nemen. En ik doe een teken dat ik niet vaak doe naar de EVP. Laten we samen een goed akkoord maken, niet zoals dat in ITER gebeurd is. Hè. Laten we ambitieus en realistisch zijn. En dat betekent ook, laten we een nieuw systeem van Market Stability Reserve zo snel als mogelijk in gang laten steken. Ik denk dat dat enorm cruciaal is.